Welkom bij video 3 van MBRJ1. En in deze video gaan we opnieuw kijken naar DNS, want we moeten een alias, oftewel een CNAME, gaan toevoegen en een MX record voor de mail. Daarna gaan we de mailserver installeren en configureren en uiteraard gaan we die testen met behulp van de mail app. Allereerst gaan we dus terug naar de server app en naar onze DNS server. Ik zie hier de beide zones nog staan. Als je die niet ziet, moet je eventjes via de keermenu aanvinken dat je alle records wil zien. Maar binnen de forward lookup zone gaan we dus een record toevoegen. En dat heet een alias record, oftewel een CNAME. En wat we moeten doen is dat we binnen deze zone, mobiletech.lan, gaan we een nieuwe host record maken. En die noemen we mail. Opnieuw, we zien hierboven de volledige domeinnaam ontstaan. Dus niet hier nog een keer een domeinnaam achter gaan tikken. Want dan zie je dat het hier fout gaat. Dus alleen mail. En mail.mobiletech.lan verwijst eigenlijk niet naar een IP-adres. Want het is een CNAME, oftewel een alias. Maar verwijst naar een andere naam. En het is dezelfde als server1.mobiletech.lan. Dus mail.mobiletech.lan is dezelfde server als server1.mobiletech.lan. Dat is wat we hier eigenlijk zeggen. Dus die is toegevoegd, alias. De volgende is dat we een MX record, een mail exchange record, gaan toevoegen. Ook binnen de zone gaan we dus de nu gebruikte CNAME gebruiken, die we net aangemaakt hebben. Want de mailserver wordt dus mail.mobiletech.lan. En met de prioriteit kunnen we aangeven hoe deze server gebruikt wordt. Hoe hoger het cijfer hier, hoe minder snel die gebruikt wordt. Dus een prioriteit van 10 is lager en wordt dus eerder gebruikt dan een prioriteit van 30. Ook dit moeten we gaan testen. Dus we moeten gaan kijken of deze gevonden gaat worden en of deze ook inderdaad gebruikt gaat worden. Ook dat kan op twee manieren. We gaan eventjes kijken naar de terminal als eerste. En in de terminal ga ik het commando gebruiken host, en dan -t. We willen het MX record hebben van het domein mobiletech.lan. Enter geeft aan dat binnen het domein mobiletech.lan de mail afgehandeld wordt door mail.mobiletech.lan. Nou, dat is de eerste test die we gedaan hebben. Vervolgens gaan we opnieuw naar de Network Utility. En kunnen we een aantal dingen doen. We gaan allereerst het domein zelf even bekijken. Mobiletech.lan. En dan zien we hier onderin, ik zal het venster hier iets groter maken. Is dat er een MX record gevonden is. Voor mail.mobiletech.lan. Dus dat is in orde. Uiteraard kunnen we ook dit neer gaan zetten, mail.mobiletech.lan, en die gaan laten bekijken. En dan zien we dat er een CNAME is, dus mail.mobiletech.lan, dat is een alias, oftewel een CNAME voor server1.mobiletech.lan. Dus dit klopt ook. En uiteraard kunnen we dat ook met een ping gaan doen naar mail.mobiletech.lan. En ook dat ziet er allemaal goed uit. Dus mijn DNS is in orde. Dan gaan we vervolgens naar de mail zelf. Een belangrijke setting zit hierbovenin, namelijk waar er mail voor gebruikt gaat worden. En dat moet dus in principe zijn het domeinnaam mobiletech.lan en niet server1.mobiletech.lan. Mobiletech.lan is in orde. Authentication laten we op automatisch staan, maar zouden we ook kunnen gaan wijzigen naar Open Directory of Active Directory of een van de andere. Maar we laten het automatisch gebeuren. Als je een relay hebt via een internet service provider, kan je dat hier ook gaan instellen. Dan moet je dus de relay server gegeven en de credentials die daarbij horen. Dat krijg je dan van je provider te horen. En we kunnen de mailboxen gaan limiteren tot een bepaalde hoeveelheid MB. Een andere belangrijke optie zit hier onderin. De filtering settings. Waarmee we dus antivirus aan of uit kunnen zetten. Een blacklist kunnen gaan gebruiken. En junkmail filtering
kunnen gaan gebruiken. Maar ook met een slider gaan we bepalen hoe agressief die wel of niet moet zijn. En ik ga hem een klein beetje naar beneden brengen. Omdat ik straks met dat testen anders kans heb dat het in mijn junk mail filter terecht gaat komen. Vervolgens gaan we de mailserver aanzetten. Wachten hieronder weer eventjes tot deze ook in daadwerkelijk gestart is. Dat duurt heel eventjes. En klaar. Vervolgens ga ik hier naar de mail app. En ga ik op de server twee accounts aanmaken die naar elkaar kunnen gaan e-mailen. Logischerwijze zou het zo zijn dat je dat natuurlijk niet op een server doet, maar op een client gaat testen. Maar in dit geval, in de testomgeving, wil ik dat even laten zien. Een van de users heet Berk Ark. Die ga ik gebruiken. En zijn shortname is een mailadres bark@mobiletech.lan. En zijn wachtwoord. Volgende. Ik kies hier in mijn geval voor IMAP. Ik ga een beschrijving opgeven voor meneer Ark. En de server waar hij mee te maken heeft is mail.mobiletech.lan. Die kopieer ik even voor straks. Username, paswoord, volgende. Een certificaat wordt getoond en er wordt gezegd dat dit certificaat niet geverifieerd kan worden. Dit is een self-signed certificate. Dus we kunnen hier nu ervoor kiezen om deze bijvoorbeeld altijd te vertrouwen. Een eigen certificaat. Credentials van de admin. Dus voor elkaar. Als SMTP-server, versturende server, wordt dat ook mail.mobiletech.lan. Authentication aan. Volgende. En als alles goed gaat, is het eerste account aangemaakt. Dan krijgen we nog even een overzichtje. En dat is de eerste. Vervolgens gaan we nog een mailaccount aanmaken. En ik zal voor mezelf een e-mailaccount aan gaan maken. rcellus@mobiletech.lan. Een wachtwoord. Volgende. En ook ik kies voor IMAP. Een beschrijvende naam is hier wel makkelijk, dan vinden we het straks zien we het verschil goed terug. Nu zie je dat hier een dubbele punt met een naam erachter komt te staan. Die naam haal ik wel eventjes weg. Dus het is mail.mobiletech.lan. Authenticatie aan. Volgende. En ik heb twee accounts en nu zie je waarom de beschrijvende naam al handig is. Want ik zie nu het verschil tussen die twee. Nou zou ik dus een e-mailtje moeten kunnen sturen van rcellus naar b.ark. Gaan we testen. E-mailadres wordt zelf al gevonden. bark@mobiletech.ark. Mailserver. Welkom. Van mij naar werk. Deze wordt verstuurd. En je ziet hem eigenlijk hier meteen ook al binnenkomen. Ik kan een reply geven op dit mailtje uiteraard. Waarvan ik zeg bedankt. Ga ik terugsturen. Ik heb verstuurd. En ik zie hier een e-mail binnenkomen dat het bedankt wordt. Dus aan beide kanten zijn de mailtjes verstuurd en binnengekomen. En daarmee hebben we eigenlijk de mailserver geconfigureerd. In deze video hebben we dus
De DNS dusdanig aangepast dat we een alias, oftewel een CNAME, hebben toegevoegd en een MX-record voor de mailserver. Daarna hebben we de mailserver geconfigureerd en hebben deze getest met behulp van een mail-app, waarbij we met twee users e-mail aan elkaar hebben gestuurd om te controleren of de mailserver daadwerkelijk functioneert binnen dit domein. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze hele videoserie voor MBR J1 en wens ik je heel veel succes met je eigen omgeving.